ben weer een heel stuk verder met het keukenblad. Want het blijft niet alleen bij een gebroken keukenblad. Ik heb vandaag even kussentjes gekocht. De badkamer aannemer en voor de toilet, die is echt begonnen nu. Ik ben ook super blij met onze vaatwasser. Nou, we hebben weer een wild idee. Want Jessie Silver, zijn kamer, die komt vandaag. Dat ging helemaal mis, jongens. Ik ga jullie even de wc laten zien. Knijt er mooi, of niet? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Ja, we zijn weer in het huis. Even tijd voor een bakkie, want we hebben eindelijk weer water. En waarom hadden we geen water? Omdat ze dus zijn begonnen met de badkamer. En ik heb een hele dikke, vieze, vette vlieg op mijn brullenbak. Ga weg. Ga erin. Ga maar eitjes leggen. Ga ik direct weggooien. Lekker bakkie. Ik ben weer een heel stuk verder met het keukenblad. Ga ik het al laten zien? Komt ie. Heel trots op. Want, nou ja, na vanant de ravage groot was, is het nu een minder ravage. Deze ga ik zo meteen eruit halen, daar komt de wasbak. Maar ik ben dus met allerlei klemmetjes de hele puzzel van de plintjes nu aan het leggen. En ik, nou ja, hier mis ik dus een heel gedeelte. Maar voor de verdere rest moet ik zeggen, ik heb hier dus een hele lange puzzel in elkaar gelegd. Die komt hier aan, dus deze kant is bijna helemaal dicht. En dan kunnen we dus met de epoxy aan de slag. Nou, ik ben benieuwd, ik ga wel kit in de kieren spuiten, zodat, ja, ik weet dus niet hoe dik of dun we de epoxy gaan krijgen. Maar dat hij dus in ieder geval niet uit kan lopen. Ja, het blad loopt wel een beetje zoals het Siciliaanse landschap, heuvelachtig op en neer. Maar we hebben een marmer keukenblad, we hebben onze roze keukenblad met gouden aderen als dat goed gaat komen. En we kunnen koken. En we hebben nog best veel geld teruggegeven van de verzekering. Dus als er nou een paar jaar op kan liggen, hebben we in elk geval een keukenblad. Voor best wel weinig geld. Dus dat is allemaal wel leuk. Ik wilde nog kijken naar een freesmachine. Zodat we misschien hier en daar wat af kunnen halen. Want hier, ja, is het natuurlijk niet heel praktisch. Het ziet er een beetje uit zoals het doorsnee Palermitaanse weg, die dan net is gemaakt, zeg maar. En dan hebben ze daar dan een budget voor uitgetrokken. En dan zeggen ze van, nou, we gaan op zoek naar een aannemer die de weg gaat maken. En we hebben 4000 euro, maar we geven hem 2000 euro. En dan hebben we 2000 euro in ons zakje. Is toch leuk? Is toch lekker eten? Hè? Varkentje kopen, barbecue erbij. Ja, die weg die wordt dan wel iets minder goed. Maar dat zijn ze gewend. Mijn keukenblad is gewoon een beetje een Siciliaans gerepareerde weg. We gaan even naar de badkamer kijken. Nou, Lucas die is druk aan de slag. Alle tekeningen staan erop. Kijk, dit zit er nu dus ook in. Oh, ik sta op een afvoertje. Dit is dus de kraan voor douche 1. Dat is de kraan voor douche 2. En dat is de kraan voor die komt daar. Er gebeurt wat, jongens. Daar zijn we heel blij mee. Kijk, leidingen en zo. Er komt dus een verlaagd plafondetje in van 10 centimeter. In plaats van de 20 centimeter die we dus in eerste instantie hadden bedacht. En daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Want daarboven de deur zit dus een raampje. En bij 20 centimeter had dus dat hele raampje voorgezeten. Dat is een beetje raar. Vind je niet? Ook hebben we dus een ander idee moeten bedenken voor de onder de wastafel. Want de wastafel is zo teringzwaar dat daar een kast onder moet. Dus we hebben een kast besteld. Die duurt wel wat langer. Maar goed, dan hebben we wel een mooie kast voor de loodzware wastafel. Ja, dus het schiet hier ook lekker op. We hebben dus gisteren mezelf helemaal het labzweetlazerus gelopen om alles op de zolder te zetten. Ja jongens, we zijn verhuisd.
Ik denk dat we over een week of twee over kunnen. In ieder geval voor 1 juli, want de parkeervergunning is opgezegd. Ik switch hem even terug. Ja, ik heb een andere grote camera bij me. Dan beter hier staan, hè? Beter licht. En er zijn daar ook mensen bezig. Ik heb de grote camera bij me, want de kleine camera is bij René. Want René is druk bezig met Jesse, die niet naar de gasthouder kan, omdat hij watervlokken heeft. Oh ja, hier moet ik trouwens ook mee. Ik moet een hoop dingen doen. Ik moet nog van deze dingetjes bestellen. Die hebben we een paar te weinig. En hier hebben we stroomdraden uit de muur. Zonder kapje erop en zo. Maar de kerstballen, die zijn er. Ik heb niet zonder kerstballen. Dus, een hoop dingen te doen. En dan moet je eigenlijk met de wasmachine en de droger ook naar boven. Maar die zijn natuurlijk helemaal pleurenzwaar. Niet normaal. Dus dat gaan we eerst doen. Nou ja, ik ga nog even verder met het keukenblad. En koffie. Ik heb nog geen koffie op. Zo, het keukenblad is weer bijna een heel keukenblad. Ik pak nu even een lekker glaasje water. Uit onze koelkast. Met ontkalkt water. Heerlijk. Voor heel veel mensen hadden het heel erg verschil in smaak proeven. Ik kan aan mij liggen, maar ja, het is een beetje water. Heel flauw. Ja, ik proef wel iets. Ik kan niet. Oh, heerlijk. Ik kan niet onder water brengen. Wauw. Nee, die deed ik echt niet expres. Ik kan niet onder woorden brengen. Oh, prachtig licht dit. Ik ga naar huis. Ik ga lekker naar huis eten. Misschien dat we vanavond nog terug gaan. Ik denk niet, want Jennifer komt eten. En Jesse is hartstikke ziek met de waterpakken. Dan, want het gaat ook super hard. Kijk. Eigenlijk. We zien wat ik film natuurlijk. Eigenlijk staat hij er helemaal. Helemaal tot aan Bonnie en Michael, de buren. Want die gaan voor een pit. Dus dat is dan wel weer wat lastiger. Eens kijken hoeveel tuin we bij krijgen. Maar 2 meter. 2,5 meter. Kan je niet wachten tot het klaar is? Bit dusty. Done. It's 5 o'clock. Finish. No yet. No? I close. Working maybe overtime. Maybe close the toilet. Oh, really? Today. Oh, that's nice. And tomorrow all. Niche is stay something like this. Yes? 1, 2, yeah. 3, 4 and 5. Yeah. 1, 2. 1, 2. I don't know. 3, 4. I don't know. This one has no measures. So maybe this one not. But yeah, no. I think this one not. Only 1. Only with the 3, with the measurements. 4 and 5. Yeah. And yeah, and the bench. Yeah. The bench in the shower. Yeah. Because it's something like this. Glass 10 centimeter is shelves, yeah. And glass is there. Yeah. And door. Yeah. Yeah. But the shelf from the bathtub, yeah, goes a little bit shelves 10 centimeter, yeah, is the bath, and the rest 50 centimeter is the shower. Yeah. Awesome. And shelves 10 centimeter is start. I think is this. Yeah. It's good. It's because good. Tomorrow is ready. Yeah. Yeah, it's already. And niche is the spots or not? Good question. Yeah. Nou, we staan bij het keukenblad. Ja. Met bloed, zweet en tranen. Letterlijk. En nog bij mijn vinger eraf gooien, jongens. Ik weet niet eens welke vinger het was. En nog meer tranen. Het is een hoofdpijndossier. Ja. Want het blijft niet alleen bij een gebroken keukenblad. Het is ook een keukenblok wat te klein is geleverd. Met alle ongemakken van dien. Je lost het ene probleem op en je komt weer tegen het andere probleem aan te lopen. Dus dat is bij tijd en wijle nogal frustrerend. Kan, ja, ik je vertellen. En dan heb ik ook nog eens mega hooikoorts vandaag. Dus lichamelijke ongemakken en ene probleem op het andere probleem. Dat is een beetje het draaiboek van vandaag. Je zit er een beetje doorheen. Nou ja, toen straks wel weer, ja. Ja. Je komt
We hadden alles al best wel ingeruimd, een keukenblok ging best lekker. En toen bleek toch de wasbak er niet in te passen. Dus toen moesten we weer een heel stuk van de marmer toch gaan slijpen. Met als gevolg dat het hele huis weer onder de stof zit en alle splinters en scherven van het blad die weer overal heen sprongen en zo. En ja, dan zakt de moed me een beetje in de schoenen, omdat je denkt, het is geen moed, maar volgende week is mijn vakantie voorbij, ik heb 6 weken vakantie gehad. En dan wil ik er eigenlijk gewoon in. En, ja, het is geen harde eis, maar het is wel zo dat ik dan, als ik weer ga werken, dus niet hier wakker word en niet hier thuis kom. En als ik dan weer iets wil doen en je komt naar je werk thuis, en dan moet ik daar nog zo natuurlijk met Jesse bezig, moet ik vanuit daar weer naar hier. Het is gewoon ongemakkelijk. Dus ik wil er gewoon in. En als er dan zulke tegenslagen komen, dan kan ik daar wel eventjes van overstuur raken. Ja. Ja, en het was dus de buitenrand van de wasbak past wel, maar de binnenrand niet. Ja, heel raar. En toen had hij hem erin en toen bleek iets met de afvoer. Ja, er zit een kleine overloopje zeg maar aan de achterkant en daarvoor zit ook een afvoerpijpje die loopt zeg maar zo. Hij is vrij plat, maar alsnog te weinig ruimte. Dus het blad is te dik of zo. Dus blad, pijpje en dan komt hij dus precies een beetje voor dat raampje. Dus hij past er niet goed. Dus ik heb weer van alles lopen slopen en slijpen en zagen en schuren. En het zit er nu op. Het past er niet helemaal, maar ik heb hem aan de achterkant heb ik hem helemaal dichtgekit. Dus in principe is die waterdicht. Ja, het is allemaal niet zoals het moet, maar de afvoer zit erin. Oh nee, ik wou zeggen, ik ga even de water laten zien. Maar we kunnen wel de kraan laten zien. Kijk, want zover, want laat het even positief bekijken, jongens. Ja. Het blad zit er eigenlijk zo goed als op en in elkaar, zoals met de nodige kraters, zoals jullie zien. En we hebben dus, die moet nog vastgemaakt worden, maar een mooie systeem voor het stopcontact. Ja. Hier komt de kookplaat, die past wel. Ja, die past wel. Dan moet ik ook nog wel het een en ander voor uitzagen voor de afvoer van de lucht, maar... Ja, die past gewoon. Hier mis ik een stuk. Hier missen we een heel groot stuk. Nou is wel de epoxy binnengekomen. In ieder geval, we hebben dus besloten om alle kraters en stukken die we missen te gaan opvullen met goud. Gouden epoxy. En dit is de mooie wasbak. Ja. Ja, het ziet er wel gewoon super vet uit. Ja. Het voordeel is dat het blad zelf ook gewoon wild is. Hè, dus waarschijnlijk zal het allemaal wel meevallen en kan het ook nog wel uniek zijn. Het grootste nadeel is dat het niet allemaal even recht is. Ja. Dus hier gaat hij bijvoorbeeld een stuk omhoog. Nee, ik hou mijn camera niet scheef. Hij loopt omhoog, ja. Maar even een prijsvraag voor de kijkers thuis. Er schijnt dus een Japanse kunst... stroming te zijn, of stroming of vorm van kunst, dat porselein wordt gemaakt door middel van het opvullen van goud. Tenminste, wat wij dus gaan doen, met al de cracks, wordt er opgevuld met goud. Hoe heette deze vorm van kunst? Ja, daar zijn we heel benieuwd naar. Ik weet het. Okay. Maar we werden erop geattendeerd door onze buurvrouw. Ja, Japanse buurvrouw. Is het Japans of Chinees? Volgens mij Japans. Ja, de Japanse buurvrouw die zei het heel mooi. Een hele mooie Japanse tongval. Ik weet het niet meer. Nee, nou ja, goed. Kijk, ik vond het wel grappig. Zoals we hem dus zo zien... is het gewoon, ja, jullie kunnen je waarschijnlijk wel voorstellen dat we gewoon geen afscheid wilden nemen van dit blad. Want dit vind je gewoon niet in Nederland. Dus we hebben nog wat dingetjes op te lossen. Het wordt, kijk, dit bijvoorbeeld steekt ineens heel erg uit, omdat het allemaal toch een beetje uitloopt. Maar ja, ik vond dat jij het heel leuk zei. Het symbool voor het leven, schat. Ja. Het leven heeft ook gewoon hobbels en uitsteeksels en ja, ja, daar moet je gewoon mee leren leven en daar moet je gewoon mee dealen en mee weten om te gaan.
Maar zeg maar even hoe jij onze keuken noemt. Dat vind ik wel heel mooi. Ja, het thema van onze keuken is Romeinse ruïne. Pompeii is er niks bij, ik zweer het je. We houden hem er gewoon in. Romeinse ruïne. Ja. Casa della Vittoria. Ja. Ja. Zijn we Romeinse gladiatoren. We geven niet op. Aardbeving en vulkaanuitbarsting en alles geweest. Maar het blad is gered door middel van epoxy. Maak je het niet meer dan het is. Het was wel leuk, want we hebben dus... Ik had één... natuursteenhouwer, restaurateur, weet ik veel wat, een mailtje gestuurd. Ja. Eigenlijk alleen met de vraag, kunnen jullie de bovenkant helemaal schuren, zodat het weer recht wordt en daarna weer dus zeg laten maar, glanzen? Een millimetertje eraf frezen, zeg maar. Ja, dat eigenlijk de bovenkant helemaal gelijk is. Ja. Dan heb je een foto, zegt hij. Ja. Nou, ik stuur een foto, schrijft hij terug. Oh, dat is zonde. Ja, dat is in zoveel stukken kapot gegaan. Dat gaat er niet meer worden en met epoxy gaat nog uitzetten. En verkleuren. En verkleuren. Niet meer te redden. Niet meer te redden. Mijn advies, koop een nieuw blad. Ja. Heel toevallig zou die misschien zelf bladen verkopen, denk je? Denk het wel. Maar ten eerste was het niet mijn vraag, want ik vroeg hem niet om hem te restaureren. Ik vroeg gewoon, kan je hem schuren en opdingen? En ja. Dus ja, daar hebben we ook niks aan. Nee. Maar goed. Vreemd. Ja. Zijn de vrouw, die vraagt iets en je krijgt een heel ander antwoord. Oh, helemaal niet. Maar jongens, ik heb vandaag even kussentjes gekocht. Ik liep even bij de blokker. Nou, ik had geen handen meer over, want toevallig lagen daar allemaal kussentjes die helemaal perfect passen bij onze bank. En ons huis. Ja. Dus ik ga jullie ze even laten zien. Het is al wat donkerder hier nu. Jij ze even laten zien, ga ik even koffie zetten. Ga je even koffie zetten voor mijn theetje, alsjeblieft. Dank u wel. Deze. En deze. Mooi in de kleur van de bank. Deze. Zoiets had ik al. Hier. En ook de blauwe kleur die weer in het huis terugkomt. De roze kleur die in het huis terugkomt. Dit zijn... twee oude kussentjes die ik nog had. Die passen ook mooi. En die. Ja, en ook aan deze kant. Dus maakt het weer extra gezellig. Maakt het wat completer. En ik ben ook heel blij. Want ja, de badkamer aannemer en voor de toilet. Die is echt begonnen nu. En ze gaan als een speer. Ik heb het nu ook nog niet boven gezien. Dus ik ga eventjes kijken. Kijk, dit is wel grappig. Ik weet niet of Sergio dit al had laten zien, maar ons vinyl van boven was nog over. Dat zouden we anders weggooien, dus dat hebben we nu als stukloop kunnen gebruiken. Oh, ik ben zo benieuwd. Oh my god. Jeetje, wat zijn ze al ver. Even het licht aan. Nou, dit wordt dus de toilet. En zoals die nu al gebruikt wordt, kunnen we hier dadelijk mooie dingen neerzetten. Hier gaat een kastje komen die we hebben gekocht. En daar komt dan de wastafel en een grote spiegel boven. En het is er gewoon gelukt! Oh, kijk hoe vet! Het was kiele dat het in het bad zou passen, maar hij zit erin. Heel vet. Ja, ze hebben dus beton gestort. Dat was nu alweer droog. Ja, ik had hier eigenlijk iets bedacht. Dat hebben ze weer dichtgemaakt. Want ik zeg foutje, sorry. Ik wil toch anders. We hebben namelijk nu hier de open knoppen. Want het duurt wat langer voordat het warm is. En ik heb er een scheidhekel aan dat je dan in de douche staat. Is het eerst koud, moet je 30 seconden wachten in de kou. Dus we hebben hem nu hier gedaan, zodat we even kunnen poep poep uitkleden. Heeft hij de tijd om op te warmen en dan kan je gewoon lekker in een warme douche. Ik zit even te kijken of ik erop kan staan. Je voelt dat het een klein beetje afloopt, dat moet natuurlijk ook. Ik sta gewoon in de douche. Hola, lieve.
Ja, nog één verandering hebben we gedaan. We zouden het eigenlijk van het verlaagd plafond laten komen, de buizen. Maar daar was eigenlijk het stangetje te klein voor die er blijkbaar bij zat. En wij zeggen, ja, tegen de tijd dat het water dan bij jou beneden is, is het al afgekoeld. Dus we hebben er toch voor gekozen om hem uit de muur te laten komen. Maar die stangen zijn gewoon super mooi. Dus ja, ook geen probleem. Dus die gaan nu hier boven komen. En hier komt dus een hele ombouw omheen. En dan hier en dan met een klein zitje. En wat ook heel leuk is, hij heeft het erop getekend, de nisjes die gaan komen. Zo, zo, en daar, en wat het leuke is, is dat daar ook spotjes in gaan komen. En ook de tegels waren binnen, dus daar ga ik ook eventjes naar kijken. Nou jongens, oh. Ik wilde even de tegel laten zien. Ik wacht alweer. Kijk jongens, ja, het is wel een beetje donker hier, maar dit wordt de tegel voor in de badkamer. Ik moet het laten zien, hè? Ja. Ik weet niet of het er beter op wordt, maar zo. Oh ja, ja. Dus dit worden heel veel tegels. En ja, die daarachter kunnen we niet laten zien, want dat is een houtlooktegel. Ja. Toch stiekem kunnen we het laten zien. Dit is de houtlooktegel. Ja. En dat gaat een beetje een sauna gevoel geven. Kleine sneak peek. Ja, ik ben zo benieuwd, maar ze gaan echt als een speer, hè? Ja. Niet normaal. Deze wel. In deze wel, ja. Ik ben ook super blij met onze vaatwasser. Ik weet niet of jullie die al hadden gezien. Maar die heb ik dus op hoogte laten plaatsen. Dus dan hoef ik niet meer te bukken om er wat in te doen. Dus ik kan gewoon lekker blijven staan. Haalt ze flatsie. Geen last meer van de rug. Dus daar ben ik echt heel blij mee. We gaan nu even alle borden en alles erin doen. Want die zitten ook onder het stof, dus die kan mooi even een beurtje krijgen. En later willen we toch ander servies. Past er nog steeds wel bij, Rolls, maar we willen iets stoerder, iets meer, ja, een beetje meer als het marmeren blad, zeg maar. Beetje gebroken, een beetje wat stoerder. Maar we zijn blij dat we de borden nog hebben, want... Die kosten, die kunnen dan gewoon later gespendeerd worden. Nou, we hebben weer een wild idee. Dit is namelijk de eettafel die we mee hebben genomen van ons oude huis. Die ik gekregen heb van mijn zus toen zij ging verhuizen. Toen mocht ik deze. En die heb ik eigenlijk altijd dus gehad. En het is een vrij dure tafel. Het is wel echt rustiek. Ja, en op maat gemaakt, gekregen van je zus. Ja, hij is op maat gemaakt. En omdat we het eigenlijk zonde vinden om hem weg te doen, ja, hebben we dus bedacht om er een koffiecorner van te gaan maken. Ja. Dus we gaan er wel in zagen. En dan is dus de bedoeling dat we... Bless you. Dat we hier... Tot ongeveer hier. Dus de tafel gaan doen. En we willen hem hier doen. En dan denk je, hé? Maar het leek ons grappig om daar dan ook een zitje van te maken. Naast de koffiecorner. En de poten zetten we dan zo op elkaar. Zodat hij ook weer een steun geeft aan de onderkant. En dus ook de andere plank omhoog houdt. Goed uitgelegd, schat. Dankjewel. Helemaal top. Nu de uitvoering nog. Ja. Ja, want we willen dit eigenlijk nu doen, omdat morgen onze nieuwe eettafel komt. En het is vast niet duur, dus we hebben toch al... Alle tijd van de wereld. Geen slaap gehad de afgelopen dagen. Nee. Met watervlokken. Dus gaan we maar even lekker verder, joh. Leuk om even onze stoelen opgesteld te zien.
Het is natuurlijk wel donker, dus de kleur die is toch altijd een beetje anders dan dat het echt eruit ziet. Want op de film vind ik nu de muur een beetje oranje zelfs, maar het is toch echt wel iets meer rons. En die gaan we dadelijk ook nog even allemaal inspuiten, zodat we met Protex, toch? Yes! Ja, zodat we gewoon beschermd zijn tegen vlekken, et cetera. Nou, moet ik je helpen? Jessie vlekken, nou, ik denk wij zelf ook wel. Wat? Ja. Nog opschiet ook. Ja? Het nog opschiet ook. Het wordt donker. Dag tafel. Ja, maar het is toch juist mooi dat je er nog... Ja, zeker. Juist dat je niet gaat missen, zeg maar. Are you ready? Are you ready? Oh my god. Kijk nou uit. Ik zie de druppels uit je neus lopen gewoon. Ja joh, echt. Dat is pas werken, schat. Netjes. Af en toe een spijkertje. Wow. Kijk eens. Hallo. Hallo nieuwe koffiecorner. Daar komt ie. Doe deze maar even vast. Volgens mij zit die nog niet zo goed vast. En een hele goedenavond, we zijn weer in het huis en om op z'n Brabants te zeggen, ons Olaf, ons Carlos. Bulletje. Die kwam even gezellig spontaan langs en dat komt heel goed uit, want hij heeft zijn spierballen ook meegenomen. Kom maar even echt. Oh. Wat een toppers. Wow. Woe. Pas op, er is daar de kast. Holy shit. Ja. Gewoon warm van jullie. Ik voel met jullie mee gewoon. Lekker man. Oh. Zo. Holy shit. Tjering. Nou, dan is die droger een peus, joh. Ja. Eentje? Nee. Ja. Oh. Dat is mijn vinger. Jeetje. Dat wist je vanochtend nog niet, hè Olaf? Ja. Dat wist je vanochtend nog niet. Nee, ja, 10 minuutjes. 10 minuutjes? We hebben jullie gewoon 5 minuten gedaan dit hoor. Bam! Dat was onze oude eettafel. En nu ons koffiecorner. Pizza, margarita en lasagne is klaar. We hebben hem dus, althans we, Sergio, heeft hem doormidden gezaagd. En ja, ons idee was dus om hier eigenlijk een soort van zittafeltje van te maken. Dat je er lekker bij kan zitten. En een koffiecorner. En... we hebben nog één plankje over, maar ik zag net wel dat het een heel dun plankje is. Ja. We gaan waarschijnlijk hier nog een plankje hangen zo, om nog wat kopjes op te zetten of aan te hangen of iets. Hij is sowieso 10 volgens mij. En daar kan prima een pot straks staan met bijvoorbeeld koffiebonen erin, als we een ander koffiezetapparaat nemen. Of van die wekpotten met thee.
kaneelstokjes, weet je, dat soort dingen zijn wel leuk ja. om te zetten. Ja. En dan hoeft zo'n plankje natuurlijk helemaal niet breed te zijn. Nee. Maar wij vinden hem leuk. We zijn benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus we hebben eigenlijk gerecycled. Eerst een eettafel, nu een koffiecorner met zitbankje. Ik ben heel blij mee. Ik vind het... Het is natuurlijk een nieuw huis. En dit is een oude tafel. Huh? Ja. Ik vind het echt leuk. Ja. Hoe zit hij? Lekker? Ja. Toppie. Ja. En ook inderdaad wat jij zei, want ik had hem inderdaad al wat hoger gehangen. Maar dit is echt ideaal. Ja. En dan komt dadelijk aan die kant van Sergio komt dus nog die voorraadkast ombouw. Dus daar kan je dan eventueel nog tegenaan zitten. Ja, zeker. Je kan hier dan straks, als je er tegenaan leunt, met nog een kussen in je rug. Ja. Heb je vanaf daar of vandaar de zon. Ja. Dan zit je hier heerlijk. Ja. Met je koffietje of je theetje. Je koffietje ga je lekker hier neerzetten. Ja. Voel je hem al, schat? Daar word ik wel vrolijk van. Ja. Ja, ik voel hem wel. Ja. Mooi. Nou, het is alweer laat geworden. Epoxy ging hem niet worden, omdat we toch wat dingetjes misten nog. Misten. We misten nog plamuurmes en... Azijn schoten maken. Azijn, ja, precies. Dus dit moeten we echt niet gaan overhaasten. Dus we hebben gezegd, nou, helaas. Andere dag. Vandaag even nog niet. Vandaag even niet. Het is alweer laat. Ja, weet je wat, ik ga naar huis en ik ga een heerlijke Limburgse rijst, ik film het veel te hoog. Heerlijke Limburgse rijstenvlaai ga ik nog opeten. Lekker. En ik ga er een borreltje bij drinken. Zo, ja, doe maar. Echt helemaal lijp. Helemaal uit mijn panty. Helemaal uit je panty. Oké. Okay. Helemaal mentaal gewoon. Nou, laten we maar gaan. Ja, dat is nooit leuk. Maar kijk hoeveel we hebben gedaan in die korte tijd, hè? Dat is ook zo. Kunnen we er volgende week gewoon in? Als de badkamer tenminste echt af is. Ja, en de wc. Dat hoort bij de badkamer, tenminste. Ik snap wat je bedoelt. Je bedoelt de wc beneden. Ja. Maar als de badkamer af is, dan zit er een toilet in. Nee, dat klopt. Maar in ieder geval... naar het toilet, zonder Lisa en Co lastig te vallen. Dat klopt, maar ik vind het persoonlijk toch niet zo heel handig als Jesse Silver hier al woont en er wordt nog geklust en van alles ligt. En twee honden. Ja, enigszins. Ja. Maar we zien het wel. Niks anders klaar. Ja. En een splinter. Oh. Dat is niet fijn. Splinter. Let's go. Zo, daar zijn we weer. Ik ga vandaag deze discobal in het geel spuiten. En ik heb nog een mooi skelettenhoofd. Die gaan we ook goud maken. Zei ik geel? Ik bedoelde goud. Dat doen we met een spraybike, hebben we gevonden. Frame Builders Metal Plating Press Gold. Liquid Metal Coating. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke mooi. Dat heb ik eigenlijk nog nooit echt gedaan. Dus ik denk schoonmaken en spuiten. Ik denk dat dat het eigenlijk moet gaan zijn. En dan gaan we ook nog verder met de koffiecorner. En ik heb de warmtepomp gefixt. De thermostaat ben ik super blij mee. Want we hebben nu warm water. Het was een kwestie van ontluchten. En eventjes... Ik zie allemaal steentjes die gescheurd zijn. Ontluchten en de thermostaat zeg maar even opnieuw connecten met de warmtepomp. En toen deed het alles weer. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Laten we maar eens even kijken of dit gaat werken. Het is weer tijd om te gaan eten, maar... Jawel! Afstandje laten zien, best mooi. De lamp hangt, hij is mooi, hij is goud. En hij schijnt. Goedemorgen lieve patatties, ik ben weer in het huis. Het is knijtertjes vroeg, want Jesse Silver in zijn kamer die komt vandaag.
Ik weet alleen niet zo goed hoe laat, maar dat maakt niet uit, want de KPM-monteur die komt ook nog langs. En Lucas gaat zo meteen verder met de badkamer. Wederom, gunnig te doen vandaag. En ik heb er zin in. Ik weet nog niet helemaal wat ik ga aanpakken zo meteen als eerste. Maar we zijn er. En we gaan lekker verder. Ik heb nog 2 dagen vakantie. Dan moet ik weer aan het werk. Daar zie ik wel een beetje tegenop. Maar dat is gewoon meer omdat ik gewoon een aantal dingen wil afronden hier in huis. En eigenlijk over wil. Wilde voordat ik weer aan het werk moest. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Nee, we zijn al wel hartstikke ver. We hebben echt onwijs veel gedaan in 6 weken tijd. En we kunnen er bijna in. Dus ik kan jullie wel laten zien wat Lucas nog gedaan heeft gisteren. Hij heeft de grondtegel gelegd. En voor het gemak heel eventjes tegeltjes opgelegd die dus tegen de wand aankomen. Dus die komen daar en daar. Superleuk, hè? En de badkamer ziet er nu dus zo uit. En zo dan. De vloertegels liggen er ook helemaal in. Echt zo ontzettend vet. Zulke grote tegels. Ik dacht juist dat het makkelijker zou zijn voor het tegelwerk. Maar hij zei, nee, het is gewoon heel erg moeilijk, grote tegels. En ik heb boven de witbalans aangepast. Ik heb heel de zolder opgeruimd, weer. En heb ik nu dit van gemaakt. Lampje erbij. Nou, we hebben dus ontzettend veel kussens. Echt niet normaal. En dit is nog niet eens alles. Want in de slaapbank zitten ook nog kussens. En we hebben daar een schilderijtje. Daar een beetje sporthoekje. Daar hebben we Jesse Silver infraroodpaneeltje. Een mooie schilderij. En een verzameling aan tassen. En deze hoek heb ik dus een bureau gemaakt. Dan komt daar straks de computer voor het editen. En om het hoekje de geluidsstudio, dus dan zit het lekker dicht bij de computer. En ja, we hebben ook nog rotzooi. Nou ja, rotzooi. Dat zijn allemaal fotoalbums en handdoeken, dat staat er ook bij. Ja, het washok is wel een beetje een allegaartje, rotzooitje. Het is voor later. Een ontzettend goedemorgen allemaal. Het is mijn allerlaatste dag van mijn vakantie. En ik kan je eerlijk zeggen dat ik er behoorlijk tegenop kijk om weer aan het werk te gaan. Ik heb 6 weken vakantie gehad. Ik begrijp heel goed dat er een einde komt aan een vakantie. En dat er ook wel weer een tijd komt voor normale werkdagen. Maar ik kan je ook eerlijk vertellen dat ik daar gewoon absoluut niet aan toe ben. Dat we nog zoveel moeten doen aan het huis en dus nog niet 100% officieel over zijn. Ik denk dat mijn hoofd dat gewoon nog niet zo goed aankan. Desalniettemin gaan we morgen gewoon lekker naar het werk. En gaan we de mailbox rustig doorlezen en even een beetje in het ritme komen. Daarnaast hoop ik gewoon zo snel mogelijk de keuken voor elkaar te hebben, zodat we kunnen beginnen met de kookvlogs. We hebben een heel leuk idee. We willen echt gewoon een soort van kookprogramma maken. En dan verschillende manieren van video's maken. Dus live samen met jullie koken. Heel interactief, maar ook gewoon sec recepten die ik maak. Leuke recepten die we maken. En dan dat je die gewoon lekker kunt maken in je eigen rustige tijd. Dus daar heb ik heel veel zin in. En de koffie maken. En verder met het epoxyblad, maar dat laat ik jullie zo meteen zien. De mega stress van de epoxy leak van gisteren is een beetje bekoeld. Het is hard geworden. Nu moet ik even kijken of ik de bekisting een beetje
fatsoenlijk vanaf krijg. Een beetje bij beetje ga ik de kit lossnijden en hopelijk komt hij los. Wat een verhaal weer. Oei. Nou, dit is het eerste blik dat ik aanschouw. Ben ik er blij mee? Nee. Denk ik dat het nog iets kan worden? Ja. Ik ga voor de eerste keer. Nou, als. Dat was oprecht het lekkerste toiletbezoek ooit. Zo, het is inmiddels avond. Ik heb het keukenblad gevoegd. Dat ga ik zo meteen laten zien. En ik heb de tegeltjes onder de trap afgemaakt. Nu is het zo. We hebben een prachtig heerlijke bank. Maar we hebben ook een prachtig heerlijk zoontje van 3,5. Ja, die gaat hier ongetwijfeld springen, drinken, eten, gek doen. Dus leek het ons wel verstandig om hem in ieder geval te impregneren. En daarvoor hebben we Protex textielprotector erbij gekocht. Geen reclame, gewoon gekocht. 20 tot 30 centimeter afstand en dan gewoon nevelen. Ik heb de ventilatie hoog gezet. En dan zou die beschermd moeten zijn tegen hardnekkig vuil van eten en dat soort dingen. Er zit nog een speciale spuitbus bij voor het geval dat er echt iets heel ergs op is gevallen. Dan zou je dan met een soort van vlekverwijderaar. En als het dan niet lukt, heb je binnen 5 tot 7 jaar of zo garantie. Hè, dan bekleden ze gewoon je bank opnieuw. Dus wat dat betreft, het is een soort van verzekering die je afsluit. Ik heb een doek gelegd hier. Ik ga beginnen. Eens even kijken hoe goed de bank beschermd wordt. Hallo. Nou, Serge is helaas weer aan het werk. Zijn vakantie zit erop. Ik heb vanochtend lekker gewerkt en ben daarna naar het huis gefietst. En dan zie ik het kunstwerk van Sergio. En ik moet zeggen, ik vind dat hij het echt heel goed gedaan heeft. Echt heel mooi. Zo mooi zelfs dat ik bang ben dat we misschien wel met de epoxy juist het blad wat meer vernacheld hebben. Ja, ik hoop dat we het allemaal nog een beetje wat rechter kunnen krijgen en wat kunnen schuren. En dan de strakke voeglijn eigenlijk, dat we die wel kunnen kleuren. Ik weet niet of Sergio het al heeft laten zien, maar ik laat jullie het nog even zien. Elk kiertje dingetje heeft hij gehad. Echt super, ziet er echt super knap uit wat hij gedaan heeft. Maar ja, dit hebben we dus een beetje geprobeerd te doen met die voegsel en daarna de epoxy eroverheen. Maar ik vind het er niet mooier op geworden. Dus we hebben nu ook een andere kleur besteld. En die hoek ziet er helemaal niet goed uit. Het is natuurlijk als een gek gaan druppelen en nou, het ging helemaal mis, jongens. Echt bijna onze vloer naar de... Nou ja, je snapt wat ik bedoel. En dit ziet er ook echt niet goed uit, want de epoxy is natuurlijk aan het hout komen te zitten. Dus er zit echt een heel hout ding aan. Ja, dan moeten we gewoon gaan... als een gek gaan schuren. En dan hoop ik eigenlijk dat we dit ook gewoon weer wat kleiner krijgen. Want je ziet gewoon dat het hier is gaan wegzakken. En dat we dat dan ook een laag kunnen voegen. Dat het gewoon strak is. Ja, en we hebben dus nu ook een beetje een rode koperkleur besteld. We zijn er nog niet klaar mee, jongens. Maar waar ik wel heel blij mee ben, is de badkamer en de wc. Oh, die schiet er zo op en het ziet er zo mooi uit. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik heb even een bakkie hier ben ik aan het maken voor Lucas. Het is hard aan het werk. Ik ga jullie even de wc laten zien. Hij is nog niet af, maar dan hebben jullie alvast een idee.
Jullie zullen misschien denken, waar zijn die gaten in godsnaam voor? Het leek ons leuk om hier, gaan we dus een beetje koperachtig behang doen, om die hierin terug te laten komen. En dan mijn roze wc. Oh, ik ben er zo blij mee. Kijk, en deze hangt nu ook. Nis gemaakt. Tot aan het plafond. En dezelfde tegel die zit op de vloer. Alleen die is nu even goed beschermd. Dus volgens mij is het enige wat hier nog moet komen is het wastafeltje. Het wastafeltje en behang. En voor de rest moeten wij zelf nog even een mooie rolhouder en een wc-borstel en zo gaan uitzoeken. Maar ik denk, nou, dat komt wel. Even kijken hoe het eruit komt te zien en wat er mooi bij past. En een sneak peek, jongens, van de badkamer. Oh. Dan komen de douches. Spotjes, verlaagd plafondje. En zo komen de nisjes eruit te zien. Die is er nu aan, mooi aan het snijden. En hier hebben we een beetje de termen. Een beetje de termen tegels. En die komen ook hier zo aan de voorkant. En hier bovenop en aan de andere kant komen dan dezelfde als de vloertegels. Maar ook die zie je nu niet. Wat hebben ze niet alles goed? Ook fijn. En ik ben dus vandaag op het fietsje gegaan. Toen dacht ik, ja, het is ook wel zonde als ik helemaal niks meeneem. Dus dan neem je natuurlijk de belangrijkste dingen mee. Namelijk de slang van Jesse Silver. En een api, zodat ik die alvast op zijn bed kan doen. En wat lekkere luchtjes. Ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste om mee te nemen. Had ik jullie nou ook al het bed laten zien of niet? Oh man, dit is toch helemaal te gek. We hebben onze kast eventjes weer hier gezet. Die lag in zijn babykamer. Dan gaan we waarschijnlijk ook een andere voor kopen, wat stoerdere. Maar voor nu is het even oké. Ja, ik ben zo blij hiermee. Ik denk ook dat hij hem helemaal te gek vindt. Aan de binnenkant kan je een bed doen. Maar wij gaan er een speeldingetje van maken. Dus die bodemlatten gaan we dan even weg doen. Hij gaat hieronder gaat hij slapen. We misten twee lattenbodems. Of, nou ja, in ieder geval, we misten iets. Maar toen heb ik ook gevraagd van, wat kost het nou om een extra lade te doen? Nou, dat was een mooie prijs. Dus hij zegt, en dan heb je ook niet meer die twee latten nodig die je mist. Ik zeg, laten we dat maar doen. We missen ook twee bloempotten schijnbaar. En dan hebben we hier, als dat allemaal gedaan is, de deurtjes die er nog opkomen. En dit is zijn verandaatje. Ik ben wel heel benieuwd hoe hoog die is als die er zelf op staat. En anders moet hij maar op zijn knieën. Maar ook die lamp is gewoon precies nog goed. Is gewoon prima. En zijn glijbaan. Hij had al bij Suus gezegd, de gasthouder, dat hij het stom vond dat zijn bed geen glijbaan had. Dus dat haar bed geen glijbaan had. Terecht, terecht. Nou, we komen net weer van de bouwmarkt vandaan. Altijd super stressvol. We doen het liever online. Maar goed. Ik krijg altijd zo warm daarvan. Ja, echt. En we zijn daar ook nooit zomaar weg. Nou, in ieder geval, we hebben eventjes een geinig loopmatje gekocht. Voor de voetjes. Aangezien we heel vaak door de keuken gaan tegenwoordig. En in de hal kunnen we eigenlijk niet echt iets leggen in onder de deur, want dat past niet. Maar we hebben hele leuke behangetjes uitgekozen voor allemaal kleine kamertjes. Ja, spannend hè? Allemaal kleine kamertjes in ons huis. Omdat we vinden dat die ook gewoon verrassend effect moeten geven. Even kijken, waar heb je ze neergelegd? Woonkamer, zei jij. Ja. Kijk er vast overheen. Oh ja, op de grond. Nou, we hebben in ieder geval een extra rolletje
voor de hal. Ik ga ze nog niet helemaal laten zien. Vind ik leuk als verrassing. Maar we hebben deze. We hebben deze. En we hebben deze. Ja. Waar zal dit nou allemaal gaan komen? En we gaan eventjes naar de badkamer kijken. Ik dacht even een pannenkoekje eten. Ja, maar ik wil even de badkamer laten zien. Kom, schat. Knijt er mooi, of niet? We zien hem nu ook voor het eerst met de vloer, echt het geheel gewoon. Wow. Hij is mooi. Hij heeft alle spullen al weggedaan hierboven. Wat zeg je? Hij heeft alle spullen al. Ja, hij is gewoon bijna klaar. Oh jongens, we gaan het even laten zien aan jullie. Wow. Ik ben echt blij. Hij is hier ook allemaal gevoegd. Wauw. Wow. Oké, komt ie jongens. 1, 2, 3. Dit is de vloer. Een beetje een zandkleur. En dan hebben we deze muren. Met nisjes. Wat is dit mooi zeg. Oh. En hier komen dus nog de knoppen. Douchekoppen. En de douchekoppen. Maar kijk ook dit, hoe dit zo mooi doorloopt gewoon. Oh. I love it. En dan. Nisje. Kijk, en dan komt de wellnessmuur. Wauw. Ik ben ook blij met de profielen die we hebben gekozen. En dat we die gelijk hebben gehouden aan elkaar. Ja. En dit dan. Alles er afkitten. Hier komt het water uit dadelijk. Alles. Dadelijk, nu al. Nu al. Nee. Dit is allemaal goud. De spotjes die erin komen zijn zwart. Oh ja. En op het plafond hebben we ze mooi wit gelaten. En hier komt dus uiteindelijk een witte kast met een zwart gouden marmeren wastafel. Met gouden kranen ook weer. Het gaat ook wel heel tekenend zijn voor de kamer. Voor ja. De ja. Het wordt echt wel een, want dit is allemaal, en dan kom je even bam, zo. Ja. Ik weet even niet meer wat voor drukknop we hadden gekozen. Hadden we ook een gouden drukknop gekozen? Volgens mij hebben we hier helemaal niks gekozen. Jawel. Gewoon, ja? Volgens mij ook gewoon goud. Oh, dat heb jij gedaan zeker. Thanks Lucas. Ja, wauw. Dit is niet normaal. Ik ben zo benieuwd wat jullie ervan vinden. Het is jammer, want als ik zo op de camera kijk, zijn de houten latjes net wat geler dan dat het is. Maar ja. Ik hoop dat jullie een beetje een idee krijgen. Kijk, zo is beter. Ja. Alleen nu is die weer donkerder. Nee, maakt niet uit. Ik vind dit ook zo mooi, dat dit zo... Ja, en heb je gezien hoe die dat heeft gedaan? Weet je nog dat ik met het debacle zat in de badkamer bij je moeder? Dat ik zei dat ik hem zo wilde doen. Ja. En dan kreeg je iets meer voegjes en dat vond ze niet mooi. Nee. Maar het is wel... Het is dat je het nu zegt. Maar ik had het niet gezien hoor. Heb jij gezien überhaupt dat hij deze ook heeft gesneden? Ja. Dat dat dezelfde kleur is? Ja. Zeg eens zien. Haal even op man. Oh ja, ik moet ook nu die boiler bestellen. Ja, die moeten we ook even bestellen, inderdaad. Dat is wel belangrijk. Oi, oi, oi. Ik ben echt heel blij. Ja, ik ben heel blij. Echt zo mooi. Nou, ik denk dat we hem gewoon gaan afsluiten in deze mooie badkamer. We gaan even op deze mooie hoek. Dan zie je allebei de muren zo. Ja. Oh, nou, wij zijn heel blij. Hopelijk vonden jullie het ook weer een leuke vlog. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En we zien heel graag jullie bye. Reacties. Doei doei. Doei doei. Doei doei.